Universiteit van Nederland. Ja, we hebben net even geluncht voor de opname, Olivier. Ja. In hoeverre leek die lunch op wat de Romeinen aten voor een lunch? Brood, mediterrane groenten, nou, Heel eind in de richting. Jeuze maaltijd met levende vogels die uit Everzwijnen komen. Goedkoop dik worden was voor de Romeinen geen optie. Op het moment dat jij echt onrust wil creëren, ga je de handelsroutes naar dat graan afsluiten. Ja, goed dat je weer luistert naar Rare Jongens, aflevering 18 alweer. Ik ben Marijn Dogger en tegenover mij zit historicus en hoogleraar Oude Geschiedenis, Oliver Ekster, zoals altijd. Fijn dat je er weer bent. Ja, fijn dat jij er weer bent. En fijn dat de luisteraars er weer zijn, daar ja. gaat het natuurlijk om. En we hebben een goede lunch gehad, dus als deze podcast niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer. Een lunchtip. Oh ja. Siesta-tijd. <laughs> In deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland bekijken we onze tijd door de Bril van de Romeinen. En deze keer. Hebben we het over een van onze eerste levensbehoeftes, namelijk voedsel, eten en drinken? Hadden de Romeinen daar altijd genoeg van? Nee. <laughs> zeker, <laughs> zeker niet. Uh, maar heel veel mensen hebben daar niet genoeg van. Genoeg natuurlijk ook weer relatief begrip, maar één keer raden. Rijkere Romeinen hadden minder problemen dan de armere Romeinen. Nou, voedsel is uh, echt wel iets wat heel vaak terugkomt en waar heel veel discussies over gaan. Nou, daar gaan we het zo over hebben. We kondigen nog even aan dat we natuurlijk ook weer een helpdesk Rome hebben. We gaan weer iemand helpen met een persoonlijk probleem. Wie gaan we helpen? Abelach die heeft een ex die die graag terug wil winnen Oeh, en wil graag classic. weten hoe de Romeinen dat zouden doen. Nou, we gaan beginnen. In Nederland liggen de supermarkten doorgaans vol met voedsel vanuit de hele wereld. Avocados uit Mexico, graan uit Oekraïne. Geen tekorten. Maar toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om zomaar de supermarkt in te lopen en boodschappen te doen. Ruim 180.000 Nederlanders deden in 2023 een beroep op de voedselbank. Ja, Olivier, bestond er zoiets ook in Rome? Ja, ja. op twee verschillende manieren zelfs. Er waren heel veel mensen die. Problemen hadden om elke keer genoeg voedsel te krijgen. Want voedsel kost geld. En we weten al, arme mensen, zeker in de stad Rome, hebben grote problemen om in, aan hun dagelijkse behoeften te voorzien. En tegelijkertijd wil je dat die mensen niet onrustig worden. En heb je die dagjeslonen nodig voor het herbouwen van je huizen en het delen van je voedsel. Dus die mensen moeten gevoed worden. En Dat betekent dat aan de ene kant je de staat, eerst de senaat, later de keizer hebt, die echt beroemd graan aan mensen in Rome uitdelen. De beroemde brood en spelen. Dus het brood wordt uitgedeeld als niet zozeer brood als wel graan. Dus graan, wat mensen krijgen, dat is niet, zoals de voedselbank hopelijk wel is, genoeg om van te leven. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat je een hele maaltijd krijgt, maar je krijgt graan waarmee je dus in ieder geval een deel van je voedselvoorziening hebt. Dus dat is, dat is één kant en dat is wat de staat doet. Dat is een statale hulp. Niet ja. echt een individuele private voedselbanken, maar echt de staat die een soort uitkering in graan geeft. Oké, okay. een beetje eigenlijk waar politieke partijen ook van zeggen: van misschien moeten we het ontbijt op school of de lunch op school weer terugbrengen, zodat iedereen ook in Nederland weer. N niet helemaal hetzelfde, want het nee. is dus niet echt een, een maaltijd die je krijgt. Het is graan, een bijdrage die je kan hebben om zelf je voedsel van te maken. Dus het is, het is meer een kleine subsidie. Dan dat het echt zorgt dat mensen kunnen eten. Okay. Dus dat, dat is de ene kant. Dus dat beroemde verhaal wat we hebben met de brood en de spelen. De spelen zijn er en een beetje brood is er. En als dat graan er niet is, krijgen we een probleem. Maar het graan op zich is niet voldoende. En dat brengt je meteen tot het tweede punt, wat we de private voedselbanken noemen. We hebben het al een paar keer eerder gehad over het idee dat in die ongelijkheid in de Romeinse samenleving. de rijkere mensen een soort verantwoordelijkheid nemen voor hun cliënten, of de cliënten afhankelijk worden van hun patronen, een beetje afhankelijk van hoe je het wil noemen. En die cliënten gaan dan ochtends naar hun patroon toe om uh, handen te kussen... en te laten zien dat ze echt uh, eerbetuigen en afhankelijk zijn. En dan kregen ze met grote uh, regelmaat iets wat we een sporttoelaan noemen... een soort klein mandje met een ontbijt. Dus dat is het ontbijt waar je het net over ja. had, wat verschil is. Dat wordt niet neergezet door de staat, maar dat wordt gegeven door de individuele patronen. Dus op beide manieren is er... Voor arme mensen een manier om aan voedsel te komen. En dat is ook nodig. Dat zat er in dat mandje. Wat er in het mandje zat, hing er een beetje vanaf welke sociale status er had. Want ook die cliënten had je in verschillende glazenheden. Okay. Dus de armere mensen kregen minder lekkere mandjes dan de, de, de rijkere cliënten. Want daar had je meer aan. Maar op zich, Romeins voedsel lijkt nog redelijk op wat er nu, zeker in het Middellandse zeegebied gegeten wordt. Dus granen, groenten, fruit. Olijven, dat zijn echt de, de, de basis ingrediënten voor de Romeinse maaltijd. Wat, wat had die persoon eraan, die man, die ze aan het uitdelen van dat voedsel? Het hele idee van dat patronagesysteem is dat je dus een afhankelijkheidsrelatie hebt waarin rijke mensen zich een goede patroon, een goede beschermheer voor hun cliënten, hun afhankelijke tonen. En er staat tegenover dat die cliënten van alles voor ze doen, dat kunnen klusjes zijn, dat kan zijn dat ze op hem gaan stemmen als dat nodig is. Daarmee laat hij zien dat hij belangrijk is omdat hij een grote groep heeft die ochtends naar hem komt en zijn hand kust. Dus dat je het hele systeem van patronage is opgericht die afhankelijkheid uh, vorm te geven. En de, de belangrijkste patroon in Rome in alle dingen is uiteindelijk de keizer. Dat is de patroon van alle patronen en van iedereen. Ja. Dus een soort derde voedselbankvariant is dat eens in zoveel tijd de keizer een Enorm banket voor heel Rome gaf. Dus we hebben een aantal teksten waarin, waarin we dus na het festival, dat is het Brood en Spelen idee weer, dat met de festiviteiten van Spelen er ook echt hele grote banketten worden uitgedeeld, waarin Iedereen tussen aanhalingstekens in Rome kan komen. Maar dus hele grote groepen aanschuiven. Soms zijn dat ook banketten voor een kleinere groep. Dus we hebben ook banketten voor senatoren, banketten voor de rijkeren. Dus de VIP banketten. De VIP banketten voor een hele gesloten gezelschap. Maar ook die hele grote manden die worden neergezet. zodat iedereen daarin. Aan kan mee eten. Oké, okay, dus het waren geen tafels die dan in de straat stonden en iedereen een soort buurtfeest of zo? Heb, heb, hebben we ook. Je kent van alles en nog wat. Dat hele idee van patronage is dat als jij rijk bent, je laat zien dat je het kan geven en mensen afhankelijk van je maakt. En voedsel is een hele goede manier om aan mensen een dienst te bewijzen. Nog los van dat veel van die festivals religieuze festivals zijn, waar ook nog dieren geofferd worden. En als dieren geofferd worden, dan wordt heel fijn in Romeinse religie de rook is voor de goden. En dat vlees waar de goden toch niks mee kunnen. Dat kan vervolgens door iedereen opgegeten worden. En dan heb je ook weer zo'n dubbelslag slag waarin je én fijn eer betuigt aan de goden, en aan mensen voedsel geeft. Dus het zorgen dat mensen extra voedsel krijgen, is echt heel belangrijk. En dat kan naar verschillende groeperingen, verschillende gradaties. Ja, Islam nou, ook nog terug, natuurlijk, hè, bij feestdagen dat ze een deel van het voedsel weggeven aan mensen die. Wat armer zijn. Het is ja. in, in, in alle systemen. Het is natuurlijk belangrijk om voedselvoorziening te voldoen. En dit is een mooie manier om het te doen. Oké, okay, en aten rijke en arme mensen dan hetzelfde, maar in andere hoeveelheden? Of hadden die, hadden die een heel ander voedselpatroon, zoals je dat ook nu in de, in de samenleving ziet: dat armere mensen wat andere keuzes maken soms dan uh, rijkere mensen? Er is heel lang van uitgegaan dat er echt een heel groot verschil was vooral ook omdat we bepaalde beroemde teksten hebben over echt extravagante Romeinse maaltijden. Er is een ja, beroemde... Die je blijven beroemd, toch boven je mond houden en zo? Zeker, een beroemde tekst van Petronius over een Trimogio, een vrijgelaten die echt zo'n copieuze maaltijd met levende vogels die uit everzwijnen komen. En al, je kan het niet gek genoeg bedenken. Dus dat hele decadente wat we ook in Hollywoodfilms zien, dat, dat wordt heel erg, dat dat de manier is waarop de Romeinse rijken aten. En dat was tot op zekere hoogte waar rijkere mensen aten zeker veel meer vlees want vlees is duur maar ook die welgestelde Romeinen waren zich veel bewuster dan wij lang gedacht hadden van de noodzaak om balansdagen erin te gooien oh. dus dat permanent heel veel eten niet goed voor je is dus dat is de ene kant. Dus het wordt steeds duidelijker dat ook die hele. Ja, ja je hebt die grote uh, uh, massale festiviteiten en banketten en geweldige dingen. De andere kant is, en dat is heel mooi onderzoek van het afgelopen jaar een promotie van iemand die Universiteit van Wageningen en van Leiden gecombineerd heeft. Dus naar voedselpatronen. Zowel vanuit de teksten, maar van ook vanuit de archeologische resten die we hebben... beerputten, dus oude wc's kan je heel veel vinden... wat mensen nou gegeten hebben. Vanuit, botten kan, je, vanuit ja. botten kan je dingen afleiden. Ja, Het is allemaal uitgedroogd, dus dat is een stuk <laughs> makkelijker. En daaruit blijkt dat ook de armere... Romeinen... toch veel meer toegang hadden... tot incidenteel vlees dan we dachten. Dus het restvlees, dat zijn de worstjes... Eh, in plaats van de, de gevulde kippen. Maar dat dus... aan de ene kant, aan de bovenkant... er niet altijd zo enorm veel gefroten werd... En aan de onderkant iets gevarieerder gegeten werd dan we gedacht hadden. Dus ja. er, ja, groot verschil tussen arm en rijk. Maar misschien net wat minder groot dan we vaak gedacht hebben. Je had het net over balansdagen. Waren rijke Romeinen ook dikke Romeinen dan? Want die obesitas? Sommigen wel. Dus die balansdagen. De, de weetweg heeft van Cicero, weten we opnieuw Cicero, veel teksten. Dus dat zijn de rijke Romeinen waar we veel van weten. Dat hij een dag na zo'n banket, zeker dus een groot banket, minder ging eten. Alleen wat brood. En we weten van Galenus, een naam die we ook al vaker hebben gehoord, dus een arts die over Romeinse gezondheid praat, dat hij een, een onderverdeling maakt in verschillende vormen van obesitas. Dus hij, hij zegt echt, nou je hebt mensen die dik, overgewicht of echt obees zijn. Dus hij maakt echt een, een onderscheid in obesitas en hoe je dat moet behandelen. Nou, dat maakt duidelijk dat die obesitas er is. En dat zag hij natuurlijk dus echt als een ziekte. Dat zag hij als een ziekte en een probleem. Ja. Dat verklaart ook dat Cicero dit soort dingen signaleert. Dat is wel eerder, maar dat is dus gewoon een bewustzijn van dat heel erg overgewicht hebben slecht voor je is. Dat dat overgewicht alleen maar bij de rijke Romeinen plaatsgevonden kan hebben, is duidelijk. Want we hebben niet zoiets als heel erg uh, slecht fastfood. Wel vormen van fastfood, maar niet dat hele vette. Fastfood, waar je snel goedkoop dik van kan worden. Want goedkoop dik worden was voor de Romeinen geen optie. Dus uh, de obesitasproblemen zaten bij de bovenste helft van de samenleving. Zaten zeker bij de bovenste helft van de samenleving. Okay. Hoe zag even, want je hebt net al een paar gerichten genoemd natuurlijk, maar hoe zag een alledaags bordje Romeins voedsel eruit? Nou ja. Olijven, olijfolie. He, dat is een van de, mm -hmm. de, de basisvormen. Er zitten goede vetten in, vult goed, uh, groenten, kolen. Rapen, artisjokken, spulvruchten, noten. En granen. Heel veel granen, dikke, hè, zware broden. En dan waar mogelijk iets van vlees erbij. Okay. En dat was overal in het Romeinse Rijk was dat een beetje hetzelfde, of was het totaal weer anders natuurlijk dan in de stad en het platteland. Dat, dat is zeker anders in stad en platteland. Dat is ja. ook zeker anders in het ene gebied dan in het andere gebied. Ik bedoel, Egypte en Noord-Schotland, ja. hebben andere eetgewoonten, hebben ook andere goederen. Die je kan verbouwen. En het grote verschil tussen stad en platteland. is dat op het platteland. zullen mensen grotendeels dingen gegeten hebben. die daar verbouwd konden worden. En dan krijg je dus ook die lokale verschillen. dat het in Egypte iets anders is dan in Engeland. Dat geldt ook over wat ze drinken trouwens. Uh, bier in Engeland, wijn in Italië en Spanje. Want druiven. Ja, druiven. Ja, precies. En in de steden. Zit je met een probleem dat een stad nooit in haar eigen voedselvoorziening kan voorzien? Dus zeker een stad als Rome, maar ook een stad als Alexandrië of uh, later Constantinopel, heeft zoveel mensen die er wonen dat je dat niet kan voorzien met de directe omgeving. Dus noten kan je rapen en groenten kan je tot op zekere hoogte uit de buurt. Bij elkaar verzamelen. Met dieren kan je ook nog wat doen. Maar zeker je graanvoorziening, je olijfvoorziening. Die moet in enorme hoeveelheden geïmporteerd zijn. En dat, daar was een systeem voor en dat werkte. Daar was een heel belangrijk systeem voor. Want als dat niet er was, dan nee. krijg je onrust. Er zijn beroemde opmerkingen dat uh, elke stad. wat is het? drie maaltijden van anarchie verwijderd is. Dat is het uitgangspunt. En dat geldt voor steden nu nog steeds. En waren steden dan niet extra kwetsbaar? Die waren enorm kwetsbaar. En er waren ook specifieke regio's in het Romeinse Rijk... die ontzettend belangrijk waren voor voedselvoorziening. Dat waren namelijk vruchtbaardere gebieden. Want we hebben het nog voor dat allerlei kunstmest en gewasvergroting... Bescherming. met bescherming ja. tot stand gekomen is. Dus het gebied dat zelf vruchtbaar is... is het gebied waar je het meeste graan kan verbouwen. En dat is de regio rondom de Zwarte Zee, Egypte en Sicilië. Dat waren de graanschuren van de grote Romeinse steden. Nou, het is eigenlijk nog steeds zo hè, dat de Oekraïne de graanschuur is van Europa. En je merkt dus op het moment dat jij echt onrust wil creëren, ga je de handelsroutes naar dat graan afsluiten dat er geen schepen meer konden komen. Dus dit is iets wat de Romeinse vloot ook echt regelde. En die, hoe, de, ook, hoe, ja. hoe, hoe dit werkt, zie je. Ja, nee, maar het is Ere. precies dit, als je het echt wil blokkeren. Je ziet dit in het eh, zogenoemde jaar van de vier keizers. Dan hebben we keizer Nero, de laatste van de Julio-Claudius. Eh, die wordt zelfmoord gepleegd. En dan krijgen we een, 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 een grote ruzie met allerlei andere mensen... die een claim hebben om Romeins keizer te worden. En degene die het uiteindelijk wint, is de keizer Vespasianus. De eerste van de Flaviërs. Dan krijg je weer een nieuwe dynastie. Nou, die wint voor een deel omdat hij net in Judea oorlog heeft gevoerd en met een hele hoop legers naar Rome kan marcheren. Dat helpt, legers helpen. Ja, zeker, maar ja. hij wint ook omdat hij in Alexandrië zit en kan dreigen het graan af te sluiten. En dat, dat gebeurt ook. Dus de dreiging het graantoevoer vanuit Egypte naar Rome af te sluiten is ontzettend belangrijk. Want daarmee kan je echt het, het machtspel spelen. Want als dat graan verdwijnt. Ja, dit voelt heel erg als een paar jaar geleden, toch? Ja, wat hier in Europa ook gebeurde. Het, het is wat keer op keer ja. gebeurd. En je ziet echt meerdere heersers in Rome. die actief, ook met graanspeculatie. proberen politiek te beïnvloeden. Dus als Augustus op een gegeven moment wat impopulairder wordt. dan uh, gaat hij een tijd weg uit Rome. En in de periode dat hij weg is uit Rome. Toevallig, toevallig gaan ineens de graanprijzen echt oh, yeah. enorm omhoog en bidden ze en smeken ze om om terug te komen en ineens gaan de graanprijzen weer naar beneden. Nou. dus het is echt. Hij een... heeft die graan God wel onder controle? Die Hij ja. heeft het helemaal onder, onder controle. Ja, nee graan, voedselrellen zie je keer op keer terugkomen. Op het moment dat voedselvoorziening in het geding komt, hebben machtshebbers een probleem. Of kan je juist je machtspositie versterken? En dat is het gevolg van het feit dat zo'n stad zo ontzettend afhankelijk is van continue import. Ook omdat je natuurlijk geen vrieskisten hebt. Nee. Dus het bewaren van voedsel is lastiger. Graan is nog relatief makkelijk te droog houden. Droog te houden. Maar ja, zeker je vlees, je vissen, dat is allemaal niet goed. Te maar waar waren. kocht je dat dan? Ik bedoel, jij en ik gaan naar de supermarkt. Of laten de supermarkt zelfs bij ons aan de deur komen, misschien als je, om alles te bezorgen. Waar kocht een gewone Romein. Zijn voedsel. Nou ja, op de supermarkt. Als in, er, er waren wel markten. Uh, er was geen supermarkt in de zin van één groot gebouw, maar je had wel de markten waar vanuit de hele regio mensen naartoe kwamen om hun voedsel te verkopen. Dus dat was één manier om het te doen. Je kon echt op de markt en de, de markthallen van Trajanus in Rome. Ja, dan hebben we het echt over een enorme oppervlakte. Dan hebben we het over. Hè, een dat Albert Heijn XL? Nou, dat proefschrift inderdaad waar ik het, okay. uh, waar ik het eerder had vertrekt ja. de vergelijking met de Albert Heijn XL. Dit is echt. Heel erg groot. En vanuit de hele regio komen mensen. Want het is een mooie afzetmarkt. Ja, maar dat zijn dus de boeren. Bij Rome zijn dat de boeren die in de heuvels hun vruchten. Ja, en dan heb je, weer midden, en dan heb je tussen mensen die dat dan weer verhandelen. Want oh, ja. boer, de, 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 en met karren komen ze dan de stad in. Zeker. En ja. met paardenwagen. Dus dat is. Ja, verkeer in Rome is ook nog best een, is ook <laughs> nog best een ding. Dus dat is, dat is één kant. Dus ja. de, 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 de markt. Daarnaast aten Romeinen heel vaak uit. Al ja. in, er waren heel. Heel veel kleine steentjes, tavernetjes waar je je olijven kon halen, waar je, je wat soep kon eten. Uh, bakkerijen, niet alleen om je brood te kopen, maar ook om zelf je brood af te bakken als je zelf met je granen kwam. Want die huizen ja, waar, die we, we nog, waar, ja. waar we het niet, niet heel <laughs> lang geleden over gehad hebben... Die houten flats met stro erin van 20 meter hebt, dan is het niet heel verstandig daarin te koken. Dus de hoeveelheid keukens, zeker in die insula, die eilanden, die grote flatgebouwen, ja. uh, was beperkt. Dus mensen gingen uiteten om eten te halen. We hebben heel veel overblijfselen daarvan. En dat was grotendeels waren van die ja, soort standjes, kraampjes, waar je, waar je langskwam en maar één kamertje had. En waar je dan in grote bakken, die half in de grond, half in de. Toonbank ingebouwd waren, de boel koel konden houden. En daar ging je eten. Nou, er was heel vaak werd er geklaagd over die hygiëne. Dus dat, dat zien we. we. Uit eten zelfs één generatie meer. Recent onderzoek uit Pompeji, Dus we mm -hmm. weten natuurlijk heel veel over hoe mensen wonen en hoe mensen aten en hoe mensen de gedroegen vanuit Pompeji, omdat die stad door de vulkaanuitbarsting zo goed bewaard is gebleven. In de theaterwijk, dus de wijk dichtbij het theater. Lijken wat grotere restaurants geweest te zijn. Dus daar konden mensen ook gaan zitten. Dus daar zie je dan echt een, een vorm van uit eten gaan die dichter komt bij wat wij hebben. Dus dat is dan misschien niet de gewone Romein die niet kan koken en zijn nootjes en zijn olijven en zijn warme voedsel bij de bar haalt, maar mensen die voor een theatervoorstelling nog even wat gaan eten. Komt hier nou ook dat, die, die cultuur vandaan in Italië nog of in veel Zuid-Europese landen? Dat je inderdaad even bij een barretje, een croissantje, en een, een espressootje haalt. Heeft dat nog een link met het Romeinse Rijk? Dat zou ik niet weten. Oh, nee, maar het, 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 niet... Zou, het, besluiten we bij deze. Het is in ja, ieder geval. Toch? Het, het <laughs> lijkt er heel erg op. Dus ik vind, ik, vind, ik vind het wel een mooi idee. Nou, dan is het tijd voor onze rubriek Helpdesk Rome: Romeinse oplossingen voor jouw persoonlijke problemen. Olivier. Probleem met een ex heeft iemand. Ja, Abelach heeft een ex die hij graag terug wil winnen en vraagt of de Romeinen nog tips hebben. Nou. Uh, nou, Romeinen praten heel veel over, of Romeinse mannen, en daar hebben we de meeste teksten <laughs> van, praten heel veel over vrouwen. En ik zou uh, Abelach aanraden om in ieder geval twee Romeinse dichters te lezen. Ik raad ik niet heel vaak aan om Romeinse dichters te lezen, maar hier Ovidius. Is de beroemde man die een heel boek heeft geschreven over, over verleidingstechnieken en manieren waarop je het hart van een vrouw kan winnen. Klinkt als iets wat hij kan gebruiken, ja. Ja, het gaat wel meestal om het oppikken van meisjes in kroegen, arena's en portico's van tempels. Dus ik weet niet precies waar Abelach zijn ex is tegengekomen, maar geeft ook <laughs> allerlei manieren aan waarop je vrouwen kan complimenteren. En ook mannen kan complimenteren wat dat betreft. Dus, uh, dus abelach kan Ovidius lezen hoe je in ieder geval smooth talking erin kan krijgen. Uh, heb je al een tipje van de slanger ook daarvan of niet? Uh, uh, nee, dat nee? gaat zelf, le ga oh. zelf, ga zelf lezen. Dit is, ik, ik weet niet of ik dit uh, publiek allemaal kan uitleggen wat uh, Ovidius, wat Ovidius bent, zegt. Ik, uh, in een eerdere aflevering waar we het over seksualiteit hadden, heb ik de MeToo. Constructie voor Ovidius, die uh, vindt dat ook als een vrouw nee zegt, ze eigenlijk ja bedoelt al een keertje neergezet. Dus ik weet niet of ik dat wil aanraden. Aflevering dus, 9 is dat. Dus, dus Ovidius lezen, niet noodzakelijkerwijs naar luisteren, maar complimenten maken, daar vinden de Romeiners dus altijd een hele goede manier om dingen te doen. Sieraden geven zijn ze ook erg voor. Uh, als dat nou allemaal niet lukt, dan kan die Catullus gaan lezen die heel veel mooie gedichten over Luddewitte heeft geschreven. Oh. Dus, uh, dus misschien is de, het nostalgisch zwelgen in hoe mooi jouw geliefde was... en hoe geweldig het was en hoe verschrikkelijk het nu is... nu hij of zij iemand anders heeft ook een manier om eruit te komen. Dus, dus Ovidius en Catullus zitten... Ja, nou, ik weet niet of je goed zit, maar je hebt in ieder geval beide mogelijkheden uh, op die manier om over je ex te denken. <laughs> nou, we wensen Abelach heel veel succes met het terugwinnen van de liefde en anders met zijn liefdesverdriet. Heb je nou ook een probleem en wil je ook zo'n Romeinse oplossing daarvoor? Nou, vertel ons wat je probleem is via Spotify. kan dat via het formulier onder de uitzending. En luister je via een andere app? Check dan de link in de beschrijving. Over twee weken zijn we er weer en dan hebben we een... Uh, Verkiezingsfeestje. Nou, we hebben in ieder geval een verkiezingspecial. Of het verkiezingsfeestje, is, dat uh, moet nog blijken. Maar, maar militaire dictaturen, verkiezingen, uh, oude mannen die heel graag uh, de macht willen hebben. Uh. Ik ben benieuwd hoe je dit gaat linken aan de Amerikaanse verkiezingen. Ik, 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 heb geen ik idee. zou het niet weten. Ik nee, zou het niet weten. Nee. Nou, als je niet kan wachten, luister dan alvast een van die andere 17 afleveringen, als je ze niet al allemaal hebt geluisterd, natuurlijk. Een echte aanrader vind ik ook nog die over klimaat. Ook omdat dat daar zaten wat eye-openers in. Over vervuiling die je gewoon kan zien uit de Romeinse tijd en zo. En mijnbouw die al best wel heftig was. Dus uh, ik vond hem heel leuk. Ik vond hem ook heel leuk. En daar zat ook iets over voedselvoorziening in. Ja, volgens mij ook hè. Ja. Dus daar hebben we weer een link in het boekentje. Tot de volgende! Tot de volgende!